En de wegbarricades te Balingsula en Nieuw Koffiekamp in het district Brokopondo zijn intussen verwijderd. De afgelopen dagen hebben bewoners van Balingsula de Afubakkaweg gebarricadeerd, omdat zij ontevreden waren over de handelswijze van de organisatie Ordening Goudsector, die handelt in opdracht van Staatsolie. Bewoners uit het gebied mogen niet meer in het gemeenschapsbos van Balingsula mijnbouwactiviteiten uitvoeren. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn legt uit dat de mensen een meeting willen met Commissie Ordening Goudsector, Staatsolie en de gemeenschap. Ja, en we weten van de kleinschalige mijnbouw, een van de grootste bron van inkomsten is in het district Brokopondo. Maar wat moet gebeuren, is dat beleid gemaakt moet worden om de kleinschalige mijnbouw te ordenen. Mm-hmm. En dat is een verhaal die wij tientallen jaren al horen over de ordening kleinschalig mijnbouw. Maar het komt niet, maar niet van de grond. Begrijpt u? Dus dat is ook een eis van de mensen. Ze willen begrijpen wat die ordening dan al die tijd inhoudt. Begrijpt u? En wat het zal gaan betekenen voor Brokopondo. Want het is de meeste banen in Brokopondo. Komen voor in de kleinschalige mijnbouw. En haal je de jongens weg om niet te werken, ga ik dan te maken hebben met een hoger percentage aan werkloosheid in het district. En u weet, de meeste jongeren vervallen heel gauw in criminaliteit als ze iets te doen hebben. En dat wil ik zeker niet hebben in het district. Dus partijen moeten bijeenkomen en kijken naar een alternatief voor de jongens die zijn verwijderd, zodat ze toch hun brood kunnen verdienen. Jongeren van het dorp Nieuw Koffiekamp zijn overgegaan tot barricade van de weg om aandacht te vragen voor de deplorabele staat waarin de weg verkeert. Deze staking heeft niets te maken met de goudwinning in het district. De weg wordt slechter door de aanhoudende regens, waardoor veel mensen schade krijgen aan hun voertuigen. Ja, vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heb ik dan ook het verzoek aan hun gedaan die barricade op te heffen. Mm-hmm. En ze hebben het gedaan, maar in eerste instantie hebben ze geweigerd. Mm-hmm. Omdat ze ervan uitgaan van dat de weg vorig jaar gebarricadeerd was bij Asigrong, dat er belofte vanuit de top kwam van dat de weg heel gauw zou worden aangepakt. Maar er is niets van terecht gekomen. Ik op mijn niveau heb ik geprobeerd met bedrijven in het district te praten. Maar daarvan is er ook niets van terecht gekomen. Dus men heeft gezegd van luister, zodra wij niet iets concreets hebben gehoord, heffen wij die barricade niet op. Maar toch, ik heb toch het verzoek aan hen gedaan om dat te doen. Maar dat wij vanuit het commissariaat dan nog gaan proberen om dan partijen bij elkaar te krijgen. Voor de weg naar Nieuw Koffiekamp waren er eerder gesprekken gevoerd met I Am Gold. Echter weet de DC niet wat de stand van zaken is. DC Mendelsohn geeft aan dat er binnenkort een meeting zal zijn met de jongeren en het traditioneel gezag. Zodat zij hun standpunt over zaken in het dorp duidelijk kunnen maken. Volgens de burgervader is dit gesprek nodig omdat de jongeren later de leiding van het gebied zullen moeten overnemen.